Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht en worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht, maar de man die er hier een opzet, heeft die zeker nodig. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen. In Nederland worden autogordels onder meer bestudeerd door het Instituut voor Wegtransportmiddelen TNO in Delft, waar men onder andere het effect van een botsing op de verschillende lichaamsdelen kan registreren. 60 maal vertraagd wordt hier getoond wat er zonder gordel bij een botsing met een snelheid van 50 km per uur gebeurt. Proeven bij dezelfde snelheid tonen aan dat de automobilist met een autogordel, in dit geval een driepuntsgordel, een grote mate van bescherming geniet. Er zijn verschillende veiligheidsgordels in de handel, waarbij de heupgordel de meeste bewegingsvrijheid biedt. Hij moet ook makkelijk geopend kunnen worden. Voldoende bewegingsvrijheid geeft ook de driepuntsgordel met automaat. Gordels dienen niet alleen op de autoweg gedragen te worden, maar ook in de stad, waar het ongevalrisico door de vele kruispunten veel groter is. Dan zijn er de kinderen. Ouders doen alles om hun nageslacht te vrijwaren van ziektes en andere onheilen, maar aarzelen geen ogenblik om hun kind ook in de auto op schoot te nemen. Moeder zelf zit vaak wel met een gordel vastgesnoerd. Er zijn voorts ouders die voor hun jonge kinderen een goedkoop zitje aan de achterbank bevestigen. Maar de proeven hebben aangetoond dat ook dit levensgevaarlijk kan zijn. Daarom kinderen altijd achterin met speciaal voor hen ontworpen heupgordels of speciale zitjes voorzien van een oranje keurmerk. Als ouders naar deze richtlijnen handelen en zelf ook altijd gordels dragen, zal het aantal dodelijke verkeersongelukken aanzienlijk kunnen dalen. Het is de moeite waard om het te proberen.